mensen van het internet. Mijn naam is Wouter en vandaag bij Koudus Gameplay gaan we verder in het achtervolgen van een kleine elf in Oblivion. Hij kan elk moment uit deze deur komen. Ook nou te kutten, ik weet het niet. Maar als het goed is komt hij zo meteen uit die exacte deur. In de vorige aflevering was ik hem aan het achtervolgen, maar toen beland ik in de gevangenis. Kijk, daar hebben we hem. Dan moet ik hem dus altijd achtervolgen. En zo blijft. Maar dit is als een reden dat de afgelopen 2 dagen geen video's zijn gekomen. Gisteren had ik geen tijd en was ik wel aan het opnemen. Maar toen was er een probleem met opnemen waardoor er helemaal niks was. Na 2 keer word je er best wel bezig van. Ja, ik moet er eigenlijk een soort second screen. Ik moet een second screen ervoor hebben, niet een soort van. Weet je. Maar ik weet god niet hoe dat moet. En er is trouwens geen ruimte in mijn kamer ervoor. En als jullie de speciale vrijdagspersie hebben gekeken, kunnen jullie weten dat ik plan om bij de 100 abonnees Shakespeare, of Hamlet van Shakespeare, te gaan voordragen met mijn schedel. That you, Agamir? En nu lopen deze gastjes te praten. Not so loud. How many times have I told you that? En ik sta er ook gewoon naast, heel duidelijk. En ze denken zo, wow, boeiend. It always makes me nervous. Well, just shut up and listen to me. The next shipment will be sooner than I expected. Just have the money ready. Same assortment of things? I mean, I have enough clothing for now. You take what I get. I get notice at the last second. Okay, hij doet dus een soort handel of zo. Die kerel. Well, die kleine elf koopt het door van die grote harige kerel. Dat is een Noord volgens mij. Cut back now and I'm going to take my business elsewhere. Or maybe pay a visit to that Jensine and tell her about your little scheme. Scheme. Dat betekent dat er iets niet goed aan de hand is. Contact me when you have the items and we'll meet again. Dit wordt heel interessant. It'll be very soon. Nu moeten we zeker die grote gast achtervolgen. Het maakt toch helemaal niet uit als ik hier gewoon sta. Hello again. Hallo. Why are you following? En dan gaat hij mij zeggen dat ik hem volg. Ik sta hier gewoon hun kleine gesprekje af te luisteren die geheim is. Te zien Take me gewoon. This. Holy shit. It's from a friend. Ik schrik met een bal uit mijn broek. Een vriend. Laten we even kijken wat ik gekregen heb. Oké. Oké, die idee. Mysterious note. Oké. Voor de Grey Fox. Heb ik een brief gekregen. En de Grey Fox is een hele beruchte crimineel in dit spel. Moet ik hier blij mee zijn? Ik weet het niet. Ik ga gewoon even 6 keer stel hierop lopen. Had ik idee. Overigens, stel niet dat 6 keer voor als nieuwe serie, want dat spel heb ik niet. En nee, ze ook niet doen voor de grap. Want ik luister wel naar naar de reacties. Echt waar. Volgen we deze kerel maar even. Vandaag gaan we denk ik deze quest afmaken, want volgens, als ik me herinner, is hij niet zo heel lang. We moeten hem achtervolgen en dan is het mysterie. En taart. Door hem. Je hebt taart. All citizens are welcome in the Imperial Palace. Mooi. At least on the first 2 floors. Oh, je bent welkom, over de eerste 2 etages. Over de rest niet. Dat vind ik niet echt gastvrij. En waarom achtervolgen we deze man eigenlijk? Weet hij wel gewoon een normale, goede handelaar? Of denken we hem nu van iets verschrikkelijks? Weet ik van wat hij doet. Misschien koopt hij alleen maar pompoenen aan die gast. Nee, want hij zei dat hij kleding kocht. Nee, ik blijf hem achtervolgen. Want weten waar hij woont. Dan moeten we bewijs vinden ofzo. Misschien gaat hij ook naar een andere meeting met een andere gast. Moeten die weer achtervolgen. En dan kan het nog wel lang duren, deze quest. Dus dat is wel vreemd. Oké, hier woont hij dus. De Talos Plaza. Voor degene die weet wie Talos is, dat is een god in dit spel. Eigenlijk toch wel één van de hoofdgoden. Hey. Het is een hele bijzondere god trouwens, omdat het een mens was eerst en nu is het een god. Vraag me niet hoe, want ik ken niet het hele verhaal uit dit spel. Maar ik kan wel wat meer vertellen, want ik heb het spel wel eerder gespeeld. Maar dan spoil ik misschien wel dingen, dus dat is ook misschien weer niet zo. Laat maar in de reacties achter of jullie wat willen
horen over het verhaal en de achtergrond van dit spel en zo. En wacht, volg hem nog steeds. Ik vind mijn panzer best wel dieronvriendelijk. Ik draag alleen maar leer en zo. Ik heb een mooie pluim op mijn hoofd. Ik weet niet waarvan dat is. Dus sorry Partij van Dieren. Dit is geen diervriendelijk spel. Ja, je slacht ook vissen en ratten af en zo. Dus dat is niet zo raar. Wat is het, citizen? Niks hoor. Ik ben de mensen die dat aan het volgen. Laat me de rust. Oh, athletics heel omhoog. Oh. Heb ik het voor elkaar? Ik zit hier echt klem. Oh mijn god. Nou, moet ik me even vestreffen hier naartoe. Dit kan ook echt alleen maar mij weer overkomen. Gewoon vast komen te zitten. Wat is het, citizen? Niks hoor. Ik zat alleen niet vast. Ik zat vast achter de lantaarnpaal. Dat was steeds wat gebeurd was. Oké, dan moet ik wachten tot hij weer naar buiten komt. Zodat ik in zijn huis kan inbreken. En dat was volgens mij 5 uur... smiddags. Nou, ik wacht gewoon wel even. Dan was hij ongeveer wel uit zijn huis. Overigens, dit is nacht. AM. Het is maar dat je het weet. Als je scheet, komt kortje uit je reet. Nu is het 12 uur 's middags, dus is hij nog. Oh shit. Moet ik nog even een uurtje of 6 wachten. En ondertussen kunnen jullie naar mij kijken. En ik kijk naar jullie. Want ik ben van de NSA. Ik weet waar jullie zitten. Want ik tap e-mails in shit af. Is hij nu uit zijn huis? Volgens mij is hij nu eens een beetje uit zijn huis. Ja, ik had gelijk. Nou, zit even... close. Ik wil niet gezien worden door de guards, natuurlijk. Ik wil niet weer in de gevangenis belanden. Of als hij in één keer goed gaat, dat zou mooi zijn. Zo, in één keer goed. Applaus. Applaus voor jezelf. Of eigenlijk alleen voor mij. Oké. Ik herinner me nog dat ik dan in de kelder moest gaan zoeken naar spulletjes. Dit is ook weer zo'n slot. Oh shit. En... ah! Ah! Jolie. Kom op! Ja! Oh, kom op nou! Zo dan. Hehe, eindelijk. Dan gaan we weer verder. In zijn kelder. Hopelijk zit hij hier niet ergens, want dan zou ik de bal uit mijn boek schikken. Oké. Het ziet er dus naar uit dat hij aan necrofilie doet. Tja of niet. Want ik geloof van schedels en as. En, of wat is dit? Boommeel. Het is allemaal troep wat hij bij zich heeft. Van lijken gehaald. Oeh, ik had dus gelijk necrofilie. Dat is dus mee bezig. En die elf die verkoopt sekspeeltjes aan hem ofzo. Voor de necrologie. Necrofilie, niet necrologie. Dat is de studie van lichamen en zo. Denk ik. Necro betekent dood in het Latijns of Grieks. Heeft een van jullie van mijn fans... in ieder geval degene die kijken, citizen? Grieks of Latijn gedaan, dat dan weten we wat necro is. Volgens mij is het wel iets in die richting. Oké, even praten. Even weer met die kleine elf praten. Welkom. Hallo, ik heb hier een boek. Are you in? Your story is ridiculous. This sounds like... please. Shit, heb ik dat boek niet bijgenomen ofzo? Ah, oh, dit is ook weer wat. Oh, dan moet ik helemaal terug om dat boek te gaan halen. Dit is nogal vervelend. Moet hij niet weer thuis zijn, want dan... dan vindt hij mij en dan verkracht hij mij ook. Hij is gewoon een verkrachter, laten we hem daarvan beschuldigen. En zo komt hij aan spullen die hij doorverkoopt aan die kleine elf. Ja, geloof me maar. Oké, waar was zijn huis ook alweer? Dan was het hier linksaf toch? Nee. Shit, ben ik ook gisteren weg kwijt. Ah, ik kwam van deze kant en dan hier.
Oké, dan, gevonden. Ik weet het weer. Dan staan we hier linksaf. Of is dat... Nee, is het links. Dit is ook weer niet zijn huis. What the fuck? What the actual fuck? Ik weet even niet meer waar zijn huis is. Oh, dat was rechtdoor trouwens. Ik ben even heel onhandig bezig. Kies je niet thuis. Oh my god, dit zou een groot faal zijn. Dan zou je thuis zijn en dan vermoordt hij mij of vlucht hij me. En dan is hij zo'n necrofilie en zo. Of ja, zoals ik zei, hij verkoopt boenen, dat zag je ook. Ik moet zijn boek pakken met zijn dingetjes. Met zijn afspraken voor necrofilie te plegen. En voor je wordt, dus als lijk, word je lekker begraven en dan komt er een grote blonde reus op je af en die verkracht je. Dus dat is ook niet zo fijn. Eens even kijken. En voor degene die niet weet wat necrologie is, dat is het seks hebben met lijken. En voor degene die niet weet wat seks is, je bent dan te jong om naar mijn kanaal te kijken. Ga weg. Nee hoor, ik heb best wel leeftijden, geloof ik. Ik kan er niet echt onderzoek naar doen. En het interesseert me, ik zeg het ook niet. Hey, elf. Hey, kleine. Why are you following? Boom, to the basin. Please, go away. Hier, ik heb een boek. It's just too horrible to comprehend. Mooi boek. I don't even know what to say. I guess an apology is not enough. What can I do? Mm-hmm. Laten we die Archemie gaan pakken dan. First and foremost, you don't think... Yes. Dus ik moet hem stoppen, oké. I hope you can forgive me. I had no nu komt het episch gevecht. Het op leven en dood. Of zo. Ik zal waarschijnlijk wel moeten doden. Want ze eindigt alles in oblivion. Hey, jij bent een schildpad of salamander of zo. Hallo. Interessant om jou te kennen. What can I do for you? Ik pak ondertussen wel even mijn schild erbij. Dat is wel zo handig. En Soothing Touch, want anders blijven ze me steeds aanvallen. And that's the way. I like it. Nee, ik ga hem pakken. We gaan hem pakken. En we zakken. Zijn broek van zijn hol. En dan is hij dood. En dan begraven we hem. En dan wordt hij overkracht door een necrofiel. Want zo gaat het leven. En vandaag maken we deze quest af. En hartstikke idee. Aanvallen. Ik had a feeling you'd... This time it er echt eng uit in het licht. Er zit er wel wel eng uit. It was to add something. Oh nee, ze gaan me in een graf stoppen. Oké, jij moet even hier blijven staan. Wat heb ik niet van een leuke potion bij me. Exorceer mij. Om hem te donen. Donut. Ik heb hem vergiftigd. Die andere staat daar gewoon zo. Wel boeiend. Maar ja, ik heb natuurlijk zoveel touch op hem gedaan, dus dan valt hij me niet meer aan. Nee, bemoei je er even niet iets mee. Blijf gewoon staan. Bam. En nu ben jij aan de beurt. Nee. Oh, hij heeft dezelfde stem als die andere gast. Zijn jullie tweeling of zo? Of broertjes? Finish him! Oh, dat helpt niet. Tjaka. Grote bloedbad. En nu worden jullie begraven. Oh, de ironie. Oh, de ironie is groot hier. Ik moet eens goed zijn noembewijs mee nemen. En dan staat hier een schep. Oké, bedankt voor het schep. Doei. Laters. So long, okay, guys. Oh, die elf is hier in de buurt. Elf. Nee, niet door de deur. Nee. Hier blijven. Were you ape? Then we can. I've come. I also want you to know that I had a lot. Oké, hij is dus nu wel bij die society gekomen. Ik heb er zin om met hem te praten. Is echt. Deze quest ga ik vandaag afronden. En dat zal ook meteen de einde van deze aflevering zijn. Dus ik moet nog even met die vrouw praten die ons die opdracht gaf om. Die kleine elf te bespioneren. Want hij blijkt achteraf wel goede intenties gehad te hebben, maar... Ja, hij kon natuurlijk ook niks aan doen dat hij wist. Hij wist natuurlijk niet dat die Agamir hem spullen verkocht. Die eigenlijk helemaal niet zo goed waren. Dus...
Dus ja. Wat een mooie einde komen. Hallo. I have been... The very thought of what Agamir... Well, in your... He told me, last but not least, he's officially in return. Now, okay. Men... Bedankt voor het geld. Bedankt voor het... Bedankt voor het kijken van deze aflevering Couch Gameplay. Laat een duimpje en of een reactie achter. En abonneer je op Couch Gameplay.